Bea, heb jij kindjes? Ja. Ja? Hoe oud zijn ze? Mijn kinderen, 30 en 33. Oh jong! En mijn kleinkinderen, 2, 4,5 en 30. Oh jong, zeg jij al zo oud? Olle! Wat dacht je met schmink allemaal kunt doen, jong? Super. Nee, nee, Bea, maar heb je ooit, toen der tijd, aan je eigen kinderen... Aan je kleinkinderen zou raar zijn, maar heb je aan je eigen kinderen borstvoeding gegeven? Geprobeerd, maar ze vonden niet lekker. Je moet stoppen met cayennepeper op je tepels te doen, hè. Raar gesprek dit. Nee, geprobeerd, maar bon. Maar je hebt het wel geprobeerd. En die periode, heb je dat dan overal gedaan? Nee, nee, ik doe niet aan bij de borst, nee, maar overal op gelijk welke plek. Chantal, heb jij kindjes? Ja. En heb jij borstvoeding gegeven? Nee. Nee, en jij, mevrouw, noemde jij het echt? Ja, jawel, dat is een rare voornaam. Hoe noemde jij? Angela. Angela. Alright, daar gaan we. Je zit naast Mark. Ik kan geen Duitse mopjes meer maken. Angela en Mark. Nee, Angela. Ik zie je knikken, jij hebt wel borstvoeding gegeven dus. Is dat lang geleden? Nee. Oei. Nee. Is dat Mark? Nee. Nee, maar overal ook? Op gelijk welke plek? Echt waar? Ook op restaurant? Ja. Allee, jongen, echt waar. Dat snap ik niet, Angela. Jongen, jongen. Kijk, ik droom er al heel mijn leven van dat ik in een zak als kelner rondloop, dat er plotseling zo'n poepemieke van een jaar of 22, haar in één keer recht stelt en er Marlies Dekkers toen zegt, joehoe, no fucking problem, I'm ready for it. Maar wat ik tegengekomen ben, Angela? Holy shit, zeg. Er zat in mijn restaurant zo'n vegetarische toert, hè. Maar een echt, hè. Een echt, hè. Zo, gelijk een natte chihuahua, hè. Zijn er hier vegetariërs? Die nog de kracht hebben? Zal het nu niemand meer toegeven, zeker? Maar nu echt, Angela, jongen, echt waar. Is dat zo'n vegetarische toert, hè? Echt waar, hè. Zo'n bleke madame. Zo'n met een bakfiets die zelf haar tampons draaide, zo, hè. Oh. En ik liep dus in mijn restaurant met 2 kommen hete soep. Hé, lukte door die restaurant. En plotseling, zonder enige aankondiging, zonder dat ze mij iets gevraagd had, haalt hij daar plotseling van onder haar een poncho uit zelfgebreide lama haar, floepert hij daar zo'n bleke baby boven en aan de andere kant flopt er in één keer zo'n Velux BH uit. Ze trekt in een Velux BH met velcro open, er floept daar zo'n blauwe aderde uier uit. Met zukken tjoepen waar dat je 3 wintervesten kunt aanhangen. Ik zeg, madame, alstublieft. Ik verschiet mij in een aap, man. Wat is uw probleem, vriend? Wat is uw probleem? Dat is toch de natuur? Dat is toch de natuur? Ik zeg, madame, dat is toch de natuur? Ik ben er zeker van dat er ergens in de natuur, ergens in de bossen van Papua-Nieuw-Guinea, negerstammen bestaan, waar dat ze eerst 3 bamboestokken door hun penis steken voordat ze een chimpansee bakken en dan horlepiep dansen en me zo komen serveren. Maar dat zou je toch ook niet tof vinden, nee, madame? Die is niet meer komen eten. Ja. Maar echt, hè, maat. Maar toch. Speciaal voor de mensen die nu wat gechoqueerd zijn en zelf toch vegetarische verlangen zijn. Ik wil graag toch mijn eerste hapje offreren aan de vegetariër. Zijn er vegetariërs op de eerste rij? Je mag toegeven, ik kan niet meer uitlachen. Allee. Ik zal proberen, maar... Stefan, je ziet er een beetje bleek uit, hè, man. En een beetje een vallingen. Nee, maar serieus, maar niemand vegetariër. Ik krijg er altijd een bras mee, ik weet dat dat komt. Ik altijd een bras mee vegetariërs. Maar bon, Mark, stel nu, we moeten eerlijk zijn. De vegetarische tijdpakken, ze komen eraan. En ik ben er ook akkoord dat we onze ecologische voetafdruk moeten verkleinen. Dus 1 dag in de week en zo, ça va, hè? Geen probleem. En de vegetariërs zijn allemaal weer meer. Dus voor die mensen moeten we toch hapjes versieren. Hè? Dus het eerste hapje is speciaal, Mark. Stel je voor dat je op je versiertour plotseling een mooi, aantrekkelijk, vegetarisch meisje tegen het lijk loopt. En voor de die gaan we een hapje maken. Hè. Voilà, mijn vrouw kan even al de pan opgezet zijn. Ik ga een hapje maken die... Dankjewel, zoetje. Ik ga een hapje maken die geïnspireerd is op dingen. Patatas bravas. Ken je dat, patatas bravas? Patatas bravas, dat zijn zo ordinair en stukken gekapte pataten en gebakken met wat leuksaus. Maar ik heb met een appelboer een mooi kokonnetje gemaakt voor de presentatie straks. Hè. En nu gaan we die patatas, die heb ik voorgekookt, die gaan we even in de pan aanbakken en die mooi laten aanfruiten. Ik moet toegeven, ik moet mij nu al eigenlijk een beetje verontschuldigen, want
Ik hou enorm, ik ben een nostalgische kerel. Ik zie daar zo mijn vrouw zitten op deze trein. Mevrouw, maar is het onbeleefd? Ik ga het aan u vragen, mevrouw. Ik denk dat jij al een respectabele leeftijd hebt, hè. Mag ik uw leeftijd weten, mevrouw? Mag ik u, ja, wat lief. Mag ik uw leeftijd? Mag ik u... Wat zei de jong? Mag ik dat vragen of is het onbeleefd? Zijn er boven de 70? Zijn er boven de 70? Hoi, bedankt. Ik ben hier bezig, hè. Ja, maar het is ver, het is donker in de zaal en al. Ik zal mijn mond een keer spoelen, missie heb je, mevrouw. Ik ging juist vragen, mevrouw, is uw voornaam? Mag ik dat weten? Greta. Nele? Greta. Greta. Nee, nee, ik hoor niet goed. Ik luister niet goed. Greta. Greta van York. Greta. Greta, ik zeg dat gewoon, Greta, omdat mijn oma, die kon zo lekker koken. Ik ben er een beetje nostalgisch over. Die kon zo een ijzeren pan op de stoof, zo op zijn oude stoof, met ossenvet, voor de vegetariërs te kleuten. Ossenvet. En dan zo... En dat zo, dan bakten ze dat zo, dat ze een mooi bruin korstje had. Hè. En nu is dat allemaal met teefal en met van die prutsen. Ik vind die, de nauwe tijd is toch iets fantastisch. Vind je dat niet? Hé, hey, is het een tijd dat je kassetje nog moest wederdraaien met een potlood? Hé, hey, is het dat je kost gaan tanken? Dat je kost gaan tanken voor 500 frank. En dat die madame heel de tijd tegen u stond te babbelen over het geweer. En op het einde nog een pakje chicletjes mee gaf naar huis. Hé, hey, dat was een tijd, hè. De tijd dat je nog geen 80 frank in het karken van Naldi moest steken. 80 frank, hè? In het karken van Naldi. Ze verkopen daar niks dat ze veel waard is. Alsjeblieft, zeg. Enfin, met wat zijn we bezig? Nee, weet je wat dat is? Vegetarisch. Vegetarisch, ik vertrouw dat ook niet, man. Ten eerste voor de vegetarische vrouw, sorry, maar als je zo lang moet twijfelen voordat je een stuk vlees in je mond steekt... Sorry, hè. Hier een man zo... Sexiste tors, hè. Maar en, weet je, het is ook raar, want vegetarisch, dat is eigenlijk Chinezen. Maar bleker. Die kopiëren alles. Die kijken alles af. Je moet lekker opletten. Die kijken alles af. Het is altijd zo vegetarische balletjes. Vegetarische hamburgers. Vegetarische worst. Waar slaat dat op, man? Dat doe je toch ook niet? Zo gehakt, een bloemkool achtermaken? Ik vond dat... Ja, een leuke bedenking. Wat, die patatjes zijn gekookt. Ik ga die bakken in een beetje loodboter. Ik ga er een beetje peper op doen. Voilà. En een beetje dingen. Ah, hier dingen. Klutzak, smerlap! Het grof zie je zout. Ik wil dat grappen. Nee, schrappen. Hoer! Dat is mee. Het is grof zeezoutje. Dus dat legt hem op, hè. Maar ik was ondertussen ook naar mijn tetten aan het kijken. Sorry. We hebben toch leuk, hè, jong? Hé? Oh. Voilà. Dus ik... Slechte grap, hè. Maar goed. Pardon. Mijn vrouw kijkt ernstig naar mij nu. Wat gaan we doen? We gaan zo'n patatje... We gaan dat hier leggen op zo'n bordje, zeg. Boem, patat. We steken de tandenstoker. Hupplakee. En dan, wow, we kunnen er ook weer zo'n paars bloemetje bij smijten als we dat leuk vinden. Hier bij dat basilicum dingetje. En dan, Mark, gewoon mayonaise, een beetje water en leuk. En dan moet je zeker zijn dat je het in backstinkt voor de rest van de avond. Geen enkel probleem. Voilà, en daar doen we dan nog een beetje van die, hoe noemt dat hier schatje die in bazaar hier? Schizo. Van schizofrenie. Voilà, ze. Plak hier, vrouw, ik moet dat in, hè. We zijn aan het knoeien, ze. Ja, ik wil het netjes doen. Oh, die pan mag er niet bij staan, heeft de regisseur gezegd. Dat staat in het beeld. Ai, laat los, zegt ze. Tjie. Wacht, hij opnieuw voor de camera. Zo was Chizo... Oh, dan valt dat je weer in de mayonaise, kus de kloten, zeg. Voilà. Voilà. En dat is ons eerste hapje. Dat was netjes, hè. Voilà, het is het eerste hapje. Patatas bravas fasovanift, alstublieft. Ja. Ja, het is niet moeilijk, hè. Het is allemaal niet zo moeilijk. Mark, heb je het gezien, maat? Ja. Het is allemaal niet zo moeilijk, hè. Maar echt waar. Het is gewoon allemaal niet zo moeilijk. En,
En we moeten er ook niet over zeven, hè. Volgens mij mogen we niet vergeten dat we, als we zulke dingen maken, zijn er heel veel mannen die bijvoorbeeld een vrouw eerst en vooral meepakken op restaurant. Hé? Zwaar, hè? Dat is wat we eerst doen, hè. Waar heb jij je man ontmoet, Ingrid? Oei, heb ik je wakker gemaakt? Waar heb je hem ontmoet? Of is dat, hoe is dat? Thuis gewoon. Thuis? Die kwam rond van dag, ik zit in het onderwijs. Mag ik hier ook een beetje komen zetten? Zit hier nog een comfort... Wat is er? Bijles. Dus hij moet eerst zachtjes... En zitten, hè. Zitten. Sorry. Ja. Heel raar. Maar goed, de beste plek. Je kunt echt waar beter thuis doen. Dat moet ik wel toegeven. Dat vind ik ook wel. Ik ben heel mijn draad kwijt omdat je dat zegt. Dat is kei grappig. Nee, maar het is thuis om te doen. Mensen, er zijn heel veel mensen die denken, ja, we gaan op restaurant met Amieke. Maar ja, bedoel, op restaurant. Als het lekker is, dan, en daarna wil je toch onmiddellijk cashen. En dat gaat niet. Je zit op restaurant. Vinden ze dat niet tof, hè? En weet je, koken dat is ook een beetje gelijk lingerie kopen, hè. Je hebt er alle twee iets aan, hè. Maar valt de lingerie wat tegen, je hebt dan toch tenminste geen honger meer, hè. Dus dat is een voordeel van dat soort van spullen, hè. Angela. Alright, daar gaan we. Ik zit naast Mark. Ik kan geen Duitse mopjes meer maken, eigenlijk.